Welkom bij aflevering 22 van NEC. Ik voelde me niet zo lekker na die 4-0 nederlaag. De clubarts van NEC had me onderzocht, maar ik zat boven. Ik heb wel vuurrijkosten moeten betalen, want dat vergoedt CZ niet. Als de eerste aanval van NEC een doelpunt op had geleverd, dan hadden we een hele andere wedstrijd gekregen. Voor onze ploeg hebben we het prima gedaan. Favoriete speler, Mootje Rai. Met een beetje geluk schiet hij de eerste bal er lekker in. Dat was na 1 uur het boekje geweest. Mooie vuurzet. Die grot sterk in de duel. Prima gedaan jongens, er zat niet meer in. Hartstikke idee, we kunnen zaterdag weer naar NEC. Zaterdag Coahead, zet het hek maar vast los. Komt die zwerm adelaars uit de venter bij ons op bezoek. Die vogels hoeven niet vroeg uit de nest, want we beginnen pas om 6:30 s'avonds. De meeste vogels van Hully zijn uit het nest gevallen, daarom staan ze onderaan. Maar we moeten wel uitblieven kijken, want een adelaar is een linkervogel. Die wil hier 3 punten jatten. We moeten ze een Defender koek van eigen deeg geven. Heb je dat gehoord, dat een Defender een weduwe in een eentje op een Fantweg reed? Die bromsnaar, Johan Derksen, had in Defender op de voetbalschool gezeten. Toen was hij 16 jaar. Dat had niet veel geholpen. Hij kan beter geen dat. Scheidsrechter Bjorn Kuiper rond met zijn vrouw. Hallo Jumbo. Een supermarkt. En nog een paar supermarkten. En een kapsalon in Oldenzaal. In zijn vrije tijd is hij miljonair. Flirten is een hobby. Voor de laatste WK kreeg hij 25.000 euro. Dat is tegenwoordig niet meer een fluitje van een cent. Ik voorspelde dat wij 2-3-1 gaan winnen. Wel, het gaat goed komen weer. En dan heb ik nog een tip. Als de spelers het veld opkomen, moeten ze het nummer Desperado. Dat betekent vogelvrije struikrover van de Eagles draaien. Bart van Inge, denk even aan die contractverlenging van Dumic en Ferdi. Hè? Vergeet het niet. Houden wij. Doei.